Hanne, even iets voor jou. Jij bent vorig jaar getrouwd. Ben je al op huwelijksreis geweest? Niet op de bestemming waar dat we het hadden gepland. We zijn in plaats van naar waar gingen we ook alweer? Sri Lanka toch? Sri Lanka, ja, maar. Ja, ik zat met Bali in mijn hoofd, maar dat is helemaal niet. We gingen naar Sri Lanka gaan, maar ja, dat is niet kunnen doorgaan. En dan zijn we met de auto rond gaan trekken in Duitsland. Dus ja, dat was niet de honeymoon dat je meestal voor u ziet, maar het was superleuk. We hebben daar keihard van genoten, dus het was perfect wat dat moest. Ik herinner me nog het interview naar aanleiding van de nieuwe CD. En ik ben Ja. daar gestopt met een aantal vraagjes over 2021. En een van die vragen was: ik ga trouwen in 2021. Wat heb ik spijt gehad dat ik niet gevraagd had van: ik ben eind 2021 getrouwd? Want de vraag die ik nu heb: hoe had je gereageerd? Had je verteld tegen mij dat je getrouwd was, ja of nee? Je had dus gelogen. Ja, omdat het was ook heel moeilijk, hè, omdat ik wilde absoluut dat dat een moment was voor mij en Joren. Joren had ook aangegeven, kijk, ik heb niet voor die bekendheid gekozen. Als wij trouwen, dan wil ik dat tussen ons houden. Maar door corona stond alles wat wij gepland hadden volledig op zijn kop. En uiteindelijk was het ook helemaal niet de bedoeling om zo op oudejaarsavond ineens te zeggen, hey, we zijn getrouwd. Dat was omdat ik zei van, ja, we zijn nu getrouwd en waarom zouden we nu nog van al die mensen verwachten dat ze dat voor ons allemaal verzwijgen, terwijl we zijn getrouwd? En om dan nu zo volgend jaar ergens te zeggen, ja, eigenlijk, zeg, dan is het misschien nu toch de moment. Maar het was geen Master Evil plan. Het was echt gewoon een beetje van alles in die plan. Ik zag gewoon alles waar mijn zekerheden waren, dat zag ik allemaal de put in gaan. En er is heel lang ook gezegd, we stellen uit, we stellen uit. En toen hebben we gezegd, het gaat niet. Want ik zei, oké, ik wil niet trouwen als mijn feest niet heb. Maar dan is er door corona toch dat besef gekomen van, ja, liefde is wel veel meer dan dat feest. En gaat om twee mensen die ja zeggen tegen elkaar. En toen hebben we toch gezegd van, laat ons dat gewoon klein en intiem nu doen. En wie weet doen wij binnen zoveel jaar dan wel eens een feest en alles erop en eraan. Dus we hebben die plannen helemaal aangepast. Maar dat was allemaal heel impulsief. En ja, ik had ook zoiets van, ik heb nu zo lang ook gezwegen. En het zou zo jammer zijn om dat ineens allemaal voor niet te doen. Maar ik voel mij ook wel zo van, oh, ik weet dat ik af en toe gelogen heb. Maar het was het waard, want het was de mooiste dag dat ik mij kon inbeelden. Het was zo intens, het was zo mooi en het was perfect wat het moest zijn. En daar heb ik geen spijt van, maar vanaf nu ga ik dat ook nooit meer doen. En op welke dag mogen wij jou proficiat wensen met jouw eerste huwelijksverjaardag? Op welke dag? Ja. Op 29 augustus.